attentie van alle mensen die er zijn en die dit kunnen horen. Een demonstrant willen naar Amsterdam toe. Mij interesseert het geen iets meer zelf doen mensen staan te demonstreren. Want het recht zit in de grond, het recht al geoordeeld. Ja, een demonstratierecht niet zomaar stopgezet mag worden. Dat is natuurlijk het laatste bastion dat mensen hebben tegen overheidsverdediging. Dat het aan zijn recht is gegeven. Dat hoef je niet eens aan te vragen. Je mag demonstreren. Dus ik denk dat als je wilt genoten, mag je nog steeds demonstreren. Dat het mensen mogen demonstreren. En dat is zeker in een periode waarin de overheid zich enorm veel macht toe-eigent, noodzakelijk. Maar is voor deze demonstreren van heel veel mensen de laatste verenigingslinie. En ik denk dat je ook heel serieus bent. Welkom allemaal. Wij houden vandaag de grootste koffiedrinkbijeenkomst van Amsterdam. Ter gelegenheid van het nieuwe jaar. Wij hebben daarbij de ME, politie, BOA's en de Romeo's uitgenodigd. Om mee te doen. Om samen in goede harmonie het nieuwe jaar te beginnen. 70 organisaties hebben hun krachten gebundeld om in Amsterdam te protesteren tegen alle leugens en staatspropaganda en extreme overheidsmaatregelen rondom COVID-19. En de wijze waarop onze vrijheden beperkt worden en onze burgerrechten buitenspel gezet worden. Het regime, wat zich regering noemt, storten de inwoners van Nederland keer op keer in een crisis in samenwerking met de mainstream media maffia en de NOS maffia. Nederland, maffia, NOS, Nieuwsuur, fake news.